Hey, leuk dat je kijkt en welkom in 2017. En ondanks dat het 2017 is, willen we toch eventjes 2016 bedanken. Klopt, want wat was het een mooi jaar. Ik bedoel, je bent dit jaar begonnen met vloggen. Dat is mijn eerste vlog. Zijn jullie klaar voor de beste ervaring ooit? Yo, Centraal Station. De reis is nu echt begonnen. Hoe ging het? Ik weet niet van jullie, maar ik vind het een beetje een anticlimax. Ik had wel een iets spannender antwoord verwacht. Ik weet nog de eerste vlog in Rotterdam toen we de ijsbaan toerden. Oh my god, of wat dacht je van de coffee break die helemaal verkeerd ging met Journey in Volendam? Ik heb net allemaal peper in je koffie gedaan. En je drinkt het zo. Dan denk ik gewoon op iets heel anders. Oh, leuke jongen ben je. Wauw. Maar naast het vloggen ben ik natuurlijk ook gewoon doorgegaan met zingen. Want ik heb liedjes zoals Walk Around the Circles uitgebracht of Never Gonna Give Up. Let you down, no. You'll never hit the ground because we are never ever gonna give up on you. Aan Plucht album dat overigens overal verkrijgbaar is. Dus of de covers die dit jaar, waar ik dit jaar mee begonnen ben. Sense, but you're my hallelujah. Give me a time and place and I'll rendezvous it. I'll fly you to it. I'll beat you there, girl. You know I got you. Us, trust. Yeah, got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on? Nothing's fine, I'm torn. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Toch denk ik dat een van de meest spannende dingen de Next Boy Girl Band was. Correct me if I'm wrong, maar volgens mij. Ja. Nee, ja, zeker. Definitely. Kijk, los van het programma zelf, wat al een te gekke ervaring was, heb ik heel veel leuke, lieve vrienden overgehouden. Zoals Ronnie, Son, Delani. Weet je wat ik wel leuk vind? Zo smeren, want daar zit nog dat ding over. Natuurlijk, mijn schatje, Romy. Het lijkt natuurlijk over. Ja, daar is het. Bram. Hey, Bram is er al. Hallo, hallo. Joël. Tiago. Nee, grapje. Luca. Tientje door niet. Ken. Blond Tigers, want we zijn heel leuk en we hebben er gezin in. Ja, maar het is toch wel leuk, want we moeten leuk zijn. Ja, oh jee. Jamie. Super. Laten we doen het met elkaar. Don't blame it on me. Jullie hebben wel echt iets neer kunnen zetten. Mijn favoriet was bijvoorbeeld Intie. Oh baby, look what you started. The temperature's rising in here. Is this gonna happen? I've been waiting and waiting for you to make a move. Before I make a move. So baby, come light me up. And maybe I'll let you on it. A little bit dangerous. But baby, that's how I want it. A little less conversation and a little more touch my body. Cause I'm so into you, into you, into you. Maar ik denk waar ik toch het meest trots op ben zijn de Vendagen. Die elke keer zo leuk en zo gezellig zijn. Ik had überhaupt, zoals toen in Breda, nooit verwacht dat er zoveel mensen zouden komen. Nooit zoveel mensen zouden komen. Wat dacht je dan van Amsterdam? Volledig uitverkocht. Het was zo leuk hoe iedereen zo hard meezong. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Baby you should know that I'm
going on, but now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Yuli, come on. Ik kan niet wachten op de volgende. Ik ook niet. En dat was ons 2016 in een soort van snelle jelle intercity sneltreinvaart. En ik wil jullie bedanken voor alle steun en liefde. Voor alle passie en inspiratie. En vooral voor het vertrouwen die jullie in mij hebben. Als mens, maar ook als artiest. En ik beloof jullie dat er in 2017 heel veel meer muziek zal komen. En dat ik nog veel meer leuke filmpjes zal maken. En ik hoop jullie allemaal snel te zien op een van de fandagen. Nu heb ik nog één vraag. Waar wil jij dat een van de volgende fandagen gehouden wordt? Laat het me weten in de comment hieronder. En wie weet. Maar, voordat we afscheid nemen, hebben we nog een paar vrienden die nog iets tegen jullie zouden willen zeggen. Dus bij deze, namens ons, Happy New Year. Bijna tegelijk. Hey Geronimo en alle kijkers van dit YouTube kanaal. Ik ben Lisa van Meiden Magazine en ik wens jullie allemaal een fantastisch 2017. Ik hoop dat al je dromen uitkomen. Heel veel liefs. Hoi, ik ben Sebastian Meijers, jullie kennen me vast wel van Instagram. En ik wens jullie hierbij een heel gelukkig nieuwjaar en een goed 2017. Hi, ik ben Denise Koes. Ik wens jullie allemaal een hele fijne jaarwisseling. Een geweldig 2017 met veel liefde en geluk en succes. Mwah. Mijn wens is dat iedereen heel veel liefde en geluk heeft in 2017 en ik me eigen volledig kan richten op mijn muzikale carrière. Yo, Ken hier op de schaatsbaan in de Efteling. Ik wil jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar wensen. Alle doelen die jullie dit jaar mogen stellen, dat jullie er keihard aan gaan werken om die te realiseren en die werkelijkheid te maken. En ik weet dat jullie het kunnen, als je het maar echt wilt en als je het ook echt doet. Happy New Year! Hey jongens! Ik wilde even zeggen dat ik een fantastisch 2016 heb gehad. Ik heb zoveel mogen doen, ik heb veel geleerd, mensen leren kennen, ervaringen opgedaan. Echt geweldig. Ik hoop dat jullie ook zo'n leuk 2016 hebben gehad en op een nog veel leuker 2017. Hele dikke kus van mij en een fijne jaarwisseling. What up lieve mensen, Rosantjes hier. Ik wens jullie allemaal vast een gelukkig nieuw jaar. Gezond 2017. Je weet zelf, zoelen Rosantjes en zo! Hoi allemaal. Ik wil jullie bedanken voor al jullie steun in 2016. Het heeft me heel erg goed gedaan. Jullie fanaccounts, de tekeningen, Team Stokstaartje is ontstaan. Ik wens jullie een geweldig 2017. Dat al jullie dromen mogen uitkomen. En wie weet tot dan, want wij gaan door met muziek maken. En ik hoop jullie snel weer te zien. Doei doei!